De Nationale Ombudsman heeft een tweede onderzoek gedaan naar de Q-koorts. In 2012 heeft mijn voorganger een uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd met de burgers die last hebben gekregen, ziek zijn geworden en sommigen zelfs overleden door de Q-koorts-epidemie en de uitbraak. Er zijn toen aanbevelingen gedaan en opnieuw heeft de ombudsman gekeken naar wat is er met die aanbevelingen gebeurd en wat is de situatie op dit moment, met name voor de burgers die ziek zijn geworden. En welke verbeteringen heeft de overheid inmiddels aangebracht? We zien dat een aantal van de aanbevelingen die toen zijn gedaan echt zijn uitgevoerd. De mensen worden serieus genomen, de overheid heeft iedereen serieus genomen en probeert nu om het zover te krijgen dat als het opnieuw zou gebeuren, dat men beter gewapend is voor de effecten en de gevolgen. En daar ben ik heel erg tevreden over. Maar wat we vooral zien, ook in dit nieuwe onderzoek, is dat degenen die het slachtoffer zijn geworden van de Q-koorts, dat die toch wel echt behoefte hebben aan erkenning door de overheid. En hoewel iedereen ervan overtuigd is dat wat mensen is overkomen ernstig is, kan het toch nog steeds beter als het gaat om begrip tonen door de overheid voor wat de mensen is overkomen. We zien mensen in problemen, voortdurende problemen, ze zijn nog steeds niet beter. Ze blijven misschien ook ziek en ze krijgen last van verschillende instanties. Als ze zich inschrijven voor een uitkering, als ze met hun handicap en hun ziekte bij de dokter komen, bij het UWV. En de belangrijkste aanbeveling van de ombudsman nu in dit tweede rapport is toch weer opnieuw: overheid, neem deze mensen serieus en laat blijken dat je erkent dat het hen is overkomen echt heel erg is geweest.